Iedere dag om 7 uur uit de veren. Groet ik Pascal, dan veeg ik de vloer goed aan. Schrob en ik poel de ramen en was mijn kleren. En als dat is gedaan, zal ik na 7 slaan. Dan pak ik fijn een boek, soms ook wel 2 of 3. Ga naar mijn meesterwerk, wat ik van kleur voorzie. Ik speel gitaar op brein en kook mijn vaat waarbij begint het leven vandaag voor mij. En naar de lunch is het puzzelen, dat een bakken. Papier-mâché, een beetje ballet en schaak. Klein en buikspreken en wat kaarsen maken. Doe wat gym, verf de muur, klim of maak wat cultuur. Ik kijk weer in mijn boek, of ik iets nieuws ontdek. Of schilder nog een keer, is er nog ergens plek. Dan borstel ik mijn haar, alleen te geen gebrek. En zo is er weer een dag voorbij. Maar ik blijf vragen en vragen, begint het leven misschien vandaag voor mij. Zijn morgenland ligt pas weer daar. Het is mijn verjaardag, ik zie ze elk jaar. Hoe zou het zijn daar buiten te staan? En nu ik groot ben, laat mijn moeder mij misschien gaan.